Hey, wat gaan we vandaag doen? We gaan het eens hebben over voorjaarsbloeiers. Wat moet je in de tuin zetten om vroeg in het jaar bloemen te hebben? Nog voor de zomer begint. Nou, dus wat staat er op 10 en wat staat er op 1? We gaan het zien. Op 10. Als eerste deze distel. En het is nu begin mei. En kijk eens hoeveel bloemen hij al heeft. Op 9 deze Nepeta's. Die bloeien gewoon heel vroeg en heel lang. Op 8 deze jongens. Ik vergeet altijd hoe ze heten. Stom, hè? Op 7 de ui. Sieruit, Alium. Op 6 de Brunera. Lekker vroeg in het jaar. En mooi natuurlijk verderop in het jaar met zijn grote bladeren. Op 5 Zenegroen. Oftewel Ayuga. Hij is er nu al een beetje uitgebloeid, maar hij is natuurlijk wel prachtig. Net een weekje te laat. Op 4, Jacobsladder. Echt fijn in de witte border, als je er vroeg bij wil zijn. Op 3, de korenbloem. Hij zaait zich wel uit, maar dat vinden we niet zo erg. Op 2, de primula. Altijd fijn in het gras, of zoals hier op de heuvel. En op 1... de irissen. Kijk nou, fijn. Nou, dat was het weer. Tot de volgende keer. Tot Toersteron. Pap, 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 pap.